Welkom bij KVK-TV. In deze aflevering laten we de Franse verdediger Romain Mitanier aan het woord. John Martin geeft zijn Kortrijkse voetbalheldenprijs en Teddy Chevalier was op bezoek in het Gouden Sporenstadion. Ik heb nog nooit geen tijd gehad voor een keer in een voetbalstadion te zijn en voor een keer live die in eerste klasse bezig te zien. Ik heb wel wat voetbal gezien vroeger in mijn school, maar ik ben wel vrij benieuwd voor die man hier een keer bezig te zien vanavond. We vonden met KV Kortrijk wel belangrijk om Florian in de kijker te zetten, want hij heeft op de Paralympics wel een topsportprestatie geleverd. Dus we wouden zeker de kans grijpen om hem op KV Kortrijk mee de aftrap te laten geven. Aan de andere kant hebben we ook nog een mooi cadeau voor u. En Jentel, mijn collega, zal u dat cadeau verhandigen. En ik denk dat u al een versie hebt in de witte kleur. Dat heeft de fabrikant mij toch vertaald. En wij hebben de versie in de hele kleur voor u mee. Straks moet je hier de aftrap geven. Heb je iets ingeoefend of ben je van plan om die bal direct in rol te schoppen? Ah nee, maar zelf voetbal heb ik die bijna nog nooit gedaan. Maar ik denk niet dat ik zo'n goede voet heb voor dat in die rol te krijgen. Zeg. dat denk ik niet. Ja, er zijn heel veel mensen die hem kennen, die hem ook gevolgd hebben. Hij is ontwapenend, charmant en hij laat ook een indruk na bij iedereen, ook bij onze supporters. Dus het is zeker niet mis om hem ook hier in de kijker te zetten en mee de kans te geven om de aftrap te geven. Ja. Beste supporters, wij wensen u voor het nieuwe jaar een bonne santé, friendship, de bon moment avec la famille. We weten dat de voorbije matchen minder waren, maar we hopen dat we jullie in 2017 terug mooie momenten in het voetbal kunnen schenken. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Σας περιμένουμε το 2017 να γεμίσουμε όλοι μαζί το γήπεδο. Non, vous m'avez pas oublié avec un accueil très chaleureux. Et moi non plus, j'ai pas oublié le club, les supporters, les gens qui y travaillent. Ça va toi? Ouais, ça fait un an et demi que je suis parti. Il y a eu beaucoup de changements. Même les joueurs, l'équipe a pas mal changé. Voilà, il faut évoluer et c'est ce que le club fait. Et c'est très bien, il faut continuer comme ça. Gertien, il y a Elohim aussi. Après, je connais pas mal de joueurs et je connais aussi Karim, le coach. Donc, j'ai encore de bons contacts ici. Ici, et ça se ressent encore aujourd'hui avec l'ambiance, tout ça. Et ils ont bien chanté pour moi encore et ça me fait vraiment plaisir. Président que j'ai souvent au téléphone. On s'entend très bien et voilà, il m'appelle souvent pour prendre de mes nouvelles. Donc ouais, j'ai encore de bons contacts ici et voilà, je me sens bien ici. Ouais. Ik ben een supporter van Kortrijk van het eerst van Kortrijk Spoor en daarna van KV Kortrijk. Ik heb al verschillende functies gehad in de club, binnen de club dan. Maar voor het ogenblik ben ik voorzitter van de supportersfederatie van KV Kortrijk. Mijn favoriete speler aller tijden is natuurlijk Bo Bram. Hij leefde, liet leven. Hij voetbalde, liet voetballen. Hij was een fenomeen. Het was op het terrein een dribbelwonder. Maar het was vooral een speler van het volk, op het veld en naast het veld. Hij was gewoon geliefd.
Met het faillissement had Boudewijn niet recht te staan. Dan waren we KV Kortrijk niet meer. Dan waren we nu waarschijnlijk Wevelgem. Ik kan zeggen, ik was de laatste die Boudewijn levend gezien en gehoord heeft. En daar zijn geen woorden voor aan. Want de week ervoor of 14 dagen ervoor waren we nog samen op stap geweest. Mijn huidige favoriete speler is buiten kijf Mitanieri. Halfweg de competitie, als verdediger, slechts 3 gele kaarten. Dat is uitzonderlijk. En hij ligt ook, denk ik, zeer goed in de groep. Hij is ook niet te lui. Als er bijvoorbeeld een van zijn collega-medespelers een misstap doet, hij loopt, hij sprint het gat toe en hij verdedigt dan op sublieme manier uit. Dus voor mij is dat werkelijk de top aankomen. Quelques mois en Belgique, ça va bien. Je pense que je me suis adapté assez rapidement. J'ai été bien intégré dans le groupe. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait un peu en Belgique et au club. Pour le moment, ça va. Voilà, j'ai avoir un enfant avec ma femme. Donc voilà, je suis très heureux et je suis pressé que ce moment arrive. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Je trouve que c'est un bon club qui a un projet et c'est ce qu'ils m'ont dit quand ils m'ont contacté en début qu'ils avaient un projet intéressant et c'est ce qui m'a plu ici et c'est ce qui m'a fait choisir le fait de venir à Kortrijk. Je suis titulaire ici, mais c'est pas facile. Il faut travailler, il faut toujours s'entraîner et être performant. Et je pense que c'est ça la difficulté que quand on enchaîne les matchs, c'est de rester performant et de toujours s'améliorer. J'ai déjà fait beaucoup mieux et je suis capable de faire beaucoup mieux. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui ont fait que, mais c'est pas des excuses et c'est justement, ça doit être une force de travail et quelque chose qui doit te motiver et t'inciter à aller de l'avant. We zullen er alles aan doen om in de derby de 3 punten thuis te houden. Zorg dat jullie erbij zijn.